Die 2,5 miljoen, dat is voor als je altijd, als je het in twee fases zult doen. Als je het allebei doet. Maar dat is dan toch een voorziening die je dan al getroffen hebt in jouw huidige exploitatie? Als je het allebei doet. Dus je doet eerst het smalle kanaal zoals we het nu zouden doen. En je legt later de brede aan. Ja, dan heb je die 2,5 miljoen extra. Maar op het moment dat je het alleen doet, heb je altijd die 10 miljoen. Wij van mening zijn dat als je de sloot aanlegt om het havenblok heen, dat dat een penny-wise, pound-foolish oplossing is. Omdat je uiteindelijk vanuit de stedenbouwkundige visie hem toch over 10 jaar weer gaat verleggen en een stuk gaat afbreken. Het is ook niet voor niets, meneer voorzitter, dat we gevraagd hebben om een stuk van die commerciële ruimte eraf te slaan, zodat je ook in het voorverhuur makkelijker tot herontwikkeling komt. Verhaal van terwijl de hele raad zei, kom niet met het voorstel van 2011. U poetst hem een beetje op, u pakt hem een beetje aan. En waar komt u mee? Met 10 miljoen. Ha! Dat had ik nooit verwacht. Dit is niet een manier waarmee je met de opmerkingen van de raad gaat. Dus, voor alle duidelijkheid, overleg met de provincie, dan moet je de spiegel voorhouden en zeggen, u heeft dit destijds goedgekeurd. Nu willen we het anders pakken. Waarom helpt u niet mee? 2 jaar uitstel. Stel dat we de geld helemaal niet krijgen of willen. 2 jaar uitstel. Wat kost de provincie dat? Niks. Voorzitter, een ambitie die wij willen hebben, en dat heeft de Sint-Josef en Beter Wonen ook belang bij de binnenstad, die gaat floreren, die beter wordt, waar de zichtlijnen terugkomen en de kwaliteit van de stad alleen maar omhoog haalt. Daar hebben ze ook baat bij. Dat geeft ook woongenot. Ook voor een huurders. Dus het kortzichtige qua reagerende brief zie ik als onderhandelingspositie. En dat reageert toch een beetje twijfelachtig van, er zit een verschil tussen een bestekbegroting en een raming. De vraag is dus van, wordt het dan veel minder als je het heel netjes begroot? Die vraag wil ik dan graag beantwoord hebben. En de andere vraag is met name waar meneer Simon ook mee begon. Van, ik zie dat wel zitten, want het gaat uiteindelijk, wat meneer Buitenweg ook zegt, om die zichtlijn over dat water. Dat is het ruimtelijke effect wat je vanaf het plein wilt bereiken. Dus ook al zou je alleen maar die flat van onderen doorzichtbaar maken, dan heb je voor mij al heel veel winst. En dat kan voor mij niet zo'n enorm vermogen kosten. Het staat nu ook al op heipalen. En voor mij moet dat technisch vrij makkelijk te realiseren zijn om in ieder geval die zichtlijn open te gooien. Dus wat mijn mogelijkheid lijkt, is om de optie te verkennen om hem te stutten en te laten staan en te kijken wat dat de financiële winst zou kunnen zijn. Dus die neem ik ook graag mee. Dank u.